Ja, hallo. Daar zijn we weer. Vanuit Groningen. We gaan vandaag in Groningen twee winkels bezoeken. Ja, we gaan sieraden shoppen. Want een tijdje geleden heb ik natuurlijk extra gaatjes laten piercen. En ik was even op zoek naar leuke kleine oorbelletjes op Instagram. En toen vond ik een hele leuke webshop in eerste instantie. En toen kwam ik dus later achter dat ze gewoon in Groningen zitten. Dus, dat is toch ook wat. Dat ze gewoon hier een winkel hebben en die heet Fris. Ja. En het is in de Volkingstraat. En daar gaan we even kijken. En ja, het leuke is dan dat jullie natuurlijk ook, als jullie iets leuks vinden, dan kan je dat dus ook online shoppen. Dat is super handig natuurlijk. Dan hoeven jullie niet helemaal naar Groningen, maar dan kan dat ook online. En daarna dan gaan we nog even naar, naar het Leger des Heils. Ja. Maar niet voor een slaapplek. We gaan kijken wat ze daar verkopen, want er is een winkel van het Leger des Heils hier in Groningen. Ja. En die schijnt hele leuke kleding te hebben. Ja, dus, ik ben er dus eigenlijk nog nooit in geweest. Maar ze hebben ook altijd wel echt een hele hippe etalage. Ja, het ziet er heel verzorgd uit. Dus daar gaan we ook even kijken. En we nemen jullie mee. Ja, dat vind ik leuk. Een sterretje heb je eigenlijk nu in, toch? Ja, die heb ik nu, maar die is zilver. En ik wil eigenlijk het Maar je hebt nu ook een mix van goud en zilver. Ja, klopt. Ja. Dat is echt gewoon noodzaak, omdat ik geen goede tweede had. En ik wil alleen maar een edelmetaal. En daar was er ook nog één van, die ster. Armoede. Armoedetroef. Ja, nou, goed. Nee, dus moet echt nog een goede kleur bij. Ja. Ik vind zo'n hartje wel heel leuk. Maar niet om nou weer hetzelfde te gaan doen. Kijk, deze vind ik ook maantje, leuk. Nee, ik ga even wat uitzoeken en dan ga ik het zo even... Ga je het even presenteren? Ga ik het presenteren. Oké. Ik ga ook even wat uitzoeken. Dit is even heel wat anders, maar dit vind ik ook wel echt heel erg leuk. Van die bruine, eigenlijk is dat... Ja, maar dat past niet in de Air Party. Dat past nu niet in onze Air Party, nee. Ik zet hier ook tasjes trouwens. Superleuk. Ja, dat zag ik ook al, 50. Ja, het zit een beetje een soort... Leuk hoor. Ik wou zeggen hond, maar het is natuurlijk gewoon, koe of zo. Maar kijk, hier ook zebra. Oh nee, die is leuk. Die is ook leuk, hè? Ja. En gewoon een mooie zwarte tas, nette tas. Kijk, hier zijn de diertjes. Dit is toch wel een beetje ons favoriete rekje, hè? Ja, dit is echt een mooie tweede oorbel. Ja. En dan, kijk, hè? Slangetjes. En ik denk dat ik dus voor de dagen ga, hè? We gaan ze er even uithalen en dan gaan we het even voor ons oor houden. Oh ja, nu zit je hand ervoor. Ja, nu zien we niks. Hij is zo klein, ik kan het niet zo laten zien. Oh ja, dat is de tweede, slangetje, hè? Ja. Dat is wel grappig, hè? Ja, hij is heel leuk. Kijk, het is niet dat ik de slang heel per se leuk vind, maar qua vorm vind ik hem zo mooi. Ja, heel mooi. Gewoon dat hij zo naar beneden loopt. Ja, is heel mooi hoor. Wat voor mij de keuze is. Dat is nummer 2. Ja. En de nummer 1, dat ging een ringetje worden met iets eraan. Een grotere ring met ook zo'n dingetje eraan. Ja, ik dacht dat. Zo, en dan die andere ernaast. Ja ik heb 2 zitten erin. Iets fijnere variant, zeg maar. Dus een iets dunnere ring. En 2 ringetjes, een grotere ring als eerste en dan een iets kleiner ringetje als tweede. Het slangetje en de eerste is een tijgerkopje. Ja, dus ook. Ik hou dus wel van een beetje grote oorbellen, dus ook die eerste. Nou ja, maar goed, je had een hele grote, hè? Nee, ik vind hem wel mooi. Dan wil ik ook een diertje ernaast. Oh. Ik denk dat ik dan voor de tijger, Ja, deze is wel echt het leukst. Die, hè? Ja. 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 En de laatste. Kijk.
school, hè? Dus ik heb wel een beetje een opvallende earparty. Ja, maar je hebt... Nou, Annemarie was een beetje jaloers op mijn party of three. En toen kwam ze er ineens achter dat je hier dus ook gaatjes kan laten schieten. Ja, ik dacht van, oh, ik wil eigenlijk ook gewoon drie op een rij. Ik vond het een beetje zielig. En toen hoorde ik net dat ze hier ook gaatjes schieten. Dus, ja, impulsief als wij zijn, gaat gewoon nu meteen gebeuren. Kijk nou, je hebt hier hele leuke keuzes. Oh, kijk. Er zijn hartstikke hier. Kijk, al voor kinderen heb je ook. Maar wat vind je van zo'n glittertje? Nou, daar hou ik niet van. Maar dat. Deze past natuurlijk overal. Maar ja. Glittertje vind jij, wat vind je van een glittertje in combinatie met deze? Ik zou dan het balletje. Ja, ik zou ook het balletje doen. Ik ga jullie deskundigen. Goed dat je ons volgt. Ik ga jullie volgen. Eén keer een glasje water, maar dat was het. Nee, nou, ze gaat eerst even stipjes zetten. Ik heb het andere gaatje ooit zelf geprikt, hè? Ach ja, dat was ook zo, ja. Dus, je hebt voor hetere vuren gestaan, hè? Ik heb voor hetere vuren gestaan. Ja, ik ben er klaar voor. Het is minder als het was. Het was moeilijk. Zit al door? Ja. Kijk nou hoe mooi het is. En dit is ook, ik vind het helemaal af met dit knopje. Ja. Hij is eigenlijk zoiets moet je er ook gewoon in doen. Hij is een beetje hoger geplaatst. Hè? Dus mooi. Het valt echt in een soort schuine lijn, staat het zo omhoog. Oh ja. Ja, dus ik ben er heel blij mee. Was meant to be. Ja, dankjewel. Het was gewoon echt zo gepiept. Het deed eigenlijk niet echt pijn. Het was even een beetje een klikje en chocolate. Ja, tatoeëren doet meer pijn hoor. En bevallen ook. Ja, hier is het. Reshare Store. Maar je denkt helemaal niet dat dit van Wegen des Heils is. Nee, moet je nou kijken hoe hot. Het ziet echt uit als een... Moet je nou kijken, het lijkt net of echt, zeg maar, hippe party wear. Ja. Dat zie je ons zo al... Wie heeft dat dan? Noorderzon gaan. Dat vet cool, hè? Inpakken en wegwezen. Ja. Nou, zijn we weer hoor. Kijk nou. Fantastisch, even de maat. Oh jee, spannend. Oh. Wat? Ja, dat is mijn maat. Ja. Ja, maar dit is voor mij niet haalbaar. Euro. Nee hoor, dan ga ik... Cool. Oh, 4 euro? Zo weinig? Nou, ik ga ze wel even... Ze zijn nog echt perfect. Kijk nou, ze zijn nog niet gedragen. Diegene kan er ook niet op lopen, denk ik. Kijk, Elma, ik vind het wel makkelijk dat het allemaal bij elkaar hangt. Dus dit zijn allemaal broeken. Ja, het hangt heel netjes. Ja, heel veel kinderkleding. Ja, leuke kinderhoek. 1,50. Oh. Ja, en ik zag net ook al hele leuke All-Star schoentjes. En... Dus het is ook wel voor merken, merkkleding. Iets degelijks. Oh, je komt ook echt dat... Hij moet ook wel dicht aan de achterkant. Oh, jeetje. Nou, wat vind je? Ja, het is heel keurig, hè? Het is een beetje mijn zakelijke... Ja. Als ik nog op kantoor werk, vind ik altijd... Echt waar? Ja. Ja, maar... Dit is een beetje mijn stijl. Maar het is ook niet echt... Ik vind het wel een beetje koninklijk. Ik vind het wel een beetje prinseswaardig ook. Het is een beetje mijn royal stijl. Ja. Nee, maar het is wel leuk natuurlijk voor als je voor een diner of zo... Als ik even een beetje wat netter ik heb nog steeds wel ook. Ja. En je kan ook nog even kijken hier naar een tas, hè? Je hebt ook hele leuke... Kijk, leuke tasje. Mooi. Ja, ik zag hem ineens in mijn ooghoek. Het moet een beetje schoffen. Tof, hè? Dat is wel leuk, ja. Ja, wat staat er voor prijs op? Oh, wat is er? 15 euro. 15 euro, nou ja, jeetje. Weet je het niet, hoor? Oh. Ja, maar kijk, zie. Ja, ja. Zien jullie mij zo... Ik zie het helemaal voor mij. Ja, nee, daarom pakte ik hem net ook, want ik zag hem. Ik denk, nou... Ach, dat is wel heel leuk. Ik vind die jurk echt wel leuk. Ja. Nou, even over nadenken. Ik denk dat ik mijn man hier ook wel blij mee zou maken. Ja, een keer even... Zo het aan zou trekken. Even een keer. Precies, en dat is ook belangrijk in een huwelijk, Elma. Je man ook. Dat je een keer wat voor je man doet. Hè? Nou, ik moet zeggen, eerst op het hangertje dacht ik wel van... Ja, dat is een beetje, zeg maar... Beetje braaf. Beetje braaf. Maar het printje sprak me heel erg aan. Het zijn grafische bladeren. Ik vond het eerst een beetje housewifey wear, maar nu vind ik het eigenlijk, het staat verrassend eigenlijk leuk. Wel, hè? Ja. Maar misschien komt het ook omdat hij niet super lang is, dus dat hij nog net een beetje hot kort is. Ja, precies. Ah, dat kan. Nee, maar dat is ook natuurlijk net even hoe je het combineert, hè, met deze schoenen en dan leuke sieraden en zo. Kijk, als je een legging onder aantrekt, wordt het wel minder. En een beetje leuke accessoires erbij en dan... dit zag je natuurlijk wel vorig jaar, 2 jaar geleden. Ja, ik heb er inderdaad ook één. Maar hij staat nu niet zo top. Nee, ik zou hem niet meer doen. Nee, ja. Het was echt wel grappig hoor. Het is wel, ik heb hem zelf nog wel, omdat het ook wel handig is soms voor de herfst voor een bepaald
weertype, zeg maar, wel lekker. Ik moet er even een zwarte broek bij zien. Ja. Hij is €9. Oh, ja. En dat jurkje, ook even goed om even te zeggen. Wat kost die? 15. Oh, Britney is back. Nou, is het zo echt van die tijd? Vind je het zo 1998? Vindt u het wel leuk? Ik vind het wel heel 90's. Het is heel 90's. Hij is wel leuk. Je kan het hebben hoor, je kan het hebben. Ik hou van spijkerstof. Ja. Sexy hoor. Het komt er goed in uit. Nou, kijk, het hele leuke top gevonden. Ja. Sissy boy. Kaartjes hangen er gewoon aan. Dus oh, nog nieuw. Nog nieuw. En ik vind het wel gewoon lekkere. Ik zie die kleur ook niet zo vaak bij jou. Nee, dat kan toch? Ja, ja, heel fris. Leuk. Het is een overslag. En hier zit nog een strik. Ja. En wat kost die? €15. €15. Nieuw was hij dus 70. Dus ja. Hij is dus nog helemaal niet gedragen. En je hebt die... Nou, het is wel een jurk. Elma is van mening dat het een jurk is. Ik ben van mening dat het een top is. Het is een top. Echt? Zo kort? Ja, bij jou valt het als een jurk. Maar bij mij niet hoor. Kijk, er zitten sliertjes aan. Ja, leuk. Nee, maar Elma, je bent te oud hiervoor. Echt niet. Gewoon... Nou, kijk, hé. Hey. Kijk, hoor je het? Ja, het staat echt hartstikke. Nou, kijk. Ja, ik weet niet of je er echt van kan. Maar wel heel lief, maar het is wel heel mooi. Kijk, zo zie je me weer. In het echte leven heb je minder haat, hè? Ja, online is zo. Online zijn mensen altijd een stuk harder. Precies. Zo is het. Top. We gaan nu even weer naar back to normal life. Nou, ik vind het shirtje wel schattig. Het shirtje is wel schattig. Jurk is echt super suf. Maar wat ik dus doe de laatste tijd is een stuk te afknippen en dan laat ik het rafelen. Oh, ja. Dus dat heb ik laatst gedaan. Oh, wat leuk. Ik had een hele leuke kringlooprok die ik een keer had gekocht. Die was ik iets te lang. Ja, precies. Dat heb ik helemaal laten rafelen. Dus een tip, koop een goedkope spijkerrok in de kringloop. Ja, en dan knip, en knip hem af. Wat een goede tip. Ja. Oh, nooit aan gedacht. Nee. Ja, dat is een leuke tip. Je, je oude garderobe weer helemaal hip. Ja, precies, want dit is ook een beetje gedateerd rokje. Dit is suf. Ja, maar als je hem afknipt, is het helemaal hot. Helemaal hot. Ja. Nou, het was weer een gezellig ochtendje shoppen, hè? Ja. Ja. En gewoon zomaar. Ik vergeet ook eigenlijk dat ik het heb gedaan. Want met ik voel het een verrassing gewoon een extra gaatje. Ja, ja, ja. Wow. Ja. Ik merk het ook niet dat het gebeurd is. Nee. Ik heb er gewoon helemaal geen last van. Dus het is echt... Maar het was echt leuk. Is echt een, tip, die winkel Fris in Volkingstraat. Echt heel veel leuke oorbelletjes en ook echt betaalbaar. Dus, ja, dat vonden wij vooral leuk, dat het dus ook nog gewoon niet duur was. Dus dat je echt vanaf €5 heb je gewoon zilveren oorbellen te koop, zeg maar daar. Ja. En ook nog een beetje van de laatste trends. Dus, en je kan dus gaatjes laten schieten. Hè? Dus dat is ook een tip. Ja. En de Goed Leger des Heils was ook een leuke winkel. Ja, uitgeselecteerde mode. Ja, precies. Het hangt allemaal heel netjes. En het is een beetje voor de beginnende kringloopshopper, denk ik. Ja, ja, als je, precies. Ja. Als je gewoon, alsnog moet je zoeken, maar alles hangt wel heel, heel netjes op kleur en op maat. Mm-hmm. En het is ook inderdaad een beetje uitgeselecteerd. Wel veel merkdingen ook wel. Je betaalt een beetje meer. Je betaalt ietsjes meer. Ja, maar dan is het wel voor jou uitgeselecteerd. En sommige dingen ook gewoon nieuw. De kaartjes, een paar dingen van Sissy Boy waar de kaartjes nog aan hingen. En gewoon, alles zag er echt helemaal top uit. Ja, dus ook een tip. Leger des Heils en die zat in de Oosterstraat. Laten we het wel even goed zeggen. Ja. En de Fris zit in de Volkingenstraat. Ja. Dus twee tips voor tips. Als jullie in Groningen zijn. Ja, we hopen dat jullie het leuk vonden om te zien. En dat jullie onze Air Party mooi vinden. Ja, inderdaad. En mochten jullie nog ideetjes hebben. Of misschien zelf een leuke foto hebben van je eigen oor of iets. We zijn heel benieuwd. Laat ons dat zien. Nou, en tot de volgende keer. Doei!